Ons schema is om 6 uur gaat onze wekker. Gaan we allebei douchen. Ik ga naar beneden om snel melk te maken voor de 2 jongste kinderen. Vervolgens gaan we ze omkleden en dan komen we met z'n allen naar beneden om te ontbijten. En alle tassen klaarmaken. En dan gaan we door naar school. Joël die brengt de kleintjes naar het kinderdagverblijf. En ik breng de oudste naar de basisschool. En dan gaan we door naar ons werk. Ik ben Joël, ik ben 38 jaar en getrouwd met Marianne. En samen zijn we ouders van 3 kinderen. Ik ben softwareontwikkelaar bij een bedrijf dat zich richt op het verbeteren en automatiseren van bedrijfsprocessen. Ik vind het belangrijk dat ik ook een zorgtaak heb en ook zorg draag voor de zorg van mijn kinderen. En dat het niet alleen maar op Marianne afkomt. Ik vind het heel belangrijk dat het goed geregeld wordt tussen mannen en vrouwen. Als er chaos is, dan dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. Dat dingen anders lopen dan je in eerste instantie verwacht. Ja, dan is het heel snel schakelen en kijken wat er nodig is. Wie er bijvoorbeeld thuis kan blijven. Wie heeft de belangrijke afspraken buiten de deur of wat kan afgezegd worden. En dan kijken we zo hoe we het op kunnen vangen. Ik zit ook in een team met collega's die ook kinderen hebben. En, dus daar is mijn werkgever ook gewoon flexibel in als er iets is. We hebben eigenlijk tijdens de zwangerschap van de eerste wel een beetje nagedacht over hoe we het wilden inrichten. Welke dagen gaat ze naar het kinderdagverblijf? Welke dagen ga jij werken? Welke dagen werk ik? We hadden geen traditionele verdeling zoals dat vroeger was. We hebben gewoon gekeken naar wie wil wat. En hoe kunnen we zorgen dat je allebei lekker in je vel zit en werkt. Maar daarnaast ook voor de kinderen kan zorgen. Ik werk als adviseur zorg bij een instelling voor beschermd wonen. Ik doe daar de aanmeldingen en de wachtlijst en de plaatsingen. Voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Zo, dan kunnen wij ook gaan. Yes. Mijn werkgever denkt zeker mee. Er is ook veel ruimte om het zo in te delen zoals voor mij prettig is. Het belangrijkste is dat ik mijn werk doe en dat dat af is. Maar goed, er zijn veel dingen mogelijk, ook vanuit deze functie. Dus dat is ook wel handig. Zoals thuiswerken of ik kan ook 's avonds of in het weekend daardoor werken als ik dat zou willen. Maar goed, het fijnste is wel als ik dat gewoon door de week kan doen. Maar als dat nodig is, dan zijn daar mogelijkheden voor. Dus dat is heel handig. Ja, ik vind als werkgever dat je optimaal moet bijdragen om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toen ik zelf werkte had ik het geluk dat ik onregelmatige diensten deed en ik regelmatig op momenten thuis kon zijn waarop andere mannen niet thuis waren. Dus ik heb dat zelf altijd als heel erg prettig gevonden dat ik dat op die manier kon doen. Ik vind namelijk ook dat je het zoveel mogelijk samen moet doen. De opvoeding en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Dus ik vind ook als werkgever dat je medewerkers, en heel vaak zijn dat vrouwen, optimaal in staat moet stellen om hun werk te doen op de momenten dat ze dat zelf goed kunnen inpassen. We hebben ook een keer besproken toen kinderen veel ziek waren en ik dus veel thuis aan het werk was. Of steeds op het laatste moment een mailtje stuurde van we hebben een ziek kind, dus vandaag werk ik thuis. So what? Regel dat. Maak goede afspraken dat iemand die uren op een ander moment wel inhaalt. Het maakt het zoveel makkelijker om het op die manier te organiseren. Dus dat stelde mij ook wel gerust. Dus dat is fijn. Joakim, Joël en Marianne. Nee, er komen geen meer kinderen bij. Dat is 3 is meer dan genoeg.